In de binnenstad raakte ik aan de praat met een kennis. Het gesprek werd snel onderbroken. Sorry, zei hij toen in zijn broekzak een koe begon te loeien. Toen ik een keer met een vriend door Amsterdam wandelde en een olifant hoorde trompetteren, dacht ik dat hij gebeld werd, maar we bleken in de buurt van Artis te zijn. Mijn kennis nam op, sprak kort, kreeg al gauw een sms'je, tikte zelf een boodschap terug, moest bellen, kreeg nog een bericht, de koe loeide weer. En zo kreeg ik in het korte kwartier dat we samen doorbrachten precies gelegenheid 2 volledige zinnen uit te spreken. Toen wij in 1972 telefoon kregen, ik bedoel niet dat we gebeld werden, maar dat een kabeltje door de grond naar ons huis werd getrokken, kwam het apparaat in de gang te hangen. Daar waren mijn broer en ik niet blij mee, maar mijn moeder stond erop. Ze vond dat je met bellen anderen niet moest hinderen. En je kon ook nooit weten waar gesprekken over zouden gaan. Moeders hebben altijd gelijk. Een paar jaar na de val van de muur was ik een keer in Magdeburg. Ik keek vreemd op toen ik mensen zag lopen bellen. De mobiele telefoon was er net en het leek mij een uitvinding voor in de auto. Wie zou op straat anderen met zijn telefoongesprekken lastig willen vallen? Nou ja, dacht ik, die gasten waren net onder het communistische juk uit. We wilden zeker de blitz maken. Zo naïef ben ik soms. Intussen weet ik waarom een mobieltje mobieltje heet. Mensen die op kantoor de hele dag vanuit hun bureaustoel op vaste toestellen bellen, staan op zodra hun mobieltje aanslaat. Ze gaan lopen. Het is vluchtgedrag, denk ik. Wanhopig zoeken we de privacy die niet meer bestaat. Ik kan er niet aan wennen. Vorige week moest ik met de trein en toen ik instapte, schoot me te binnen dat ik eigenlijk dringend een vriend moest bellen. Ik besloot te wachten tot mijn overstapstation en nam plaats in een stiltecoupé. Na de volgende halte ging een man tegenover me zitten, zijn telefoon in de aanslag. Ik weet dat het hier eigenlijk niet mag, zei hij, maar hebt u er bezwaar tegen als ik even bel? Ruzie zou de rust niet bevorderen. Ik legde me bij het verval der normen neer. Voor mijn part, zei ik, als u er geen moeite mee hebt dat ik straks ook even bel. Nou, zei hij aarzelend, alleen als het met uw vrouw is. Ik ken mensen met leuker gevoel voor humor. Goed, dan is het mijn vrouw, zei ik. En ze heet Willem.